Ze hebben een beetje moeite met de camera. Ze willen niet op de camera zijn. Op de openbare weg een straatrace organiseren is verboden. Toch zijn er ieder weekend tientallen automobilisten en motorrijders die meedoen aan zo'n race. De Telegraaf volgde in de afgelopen weken meerdere deelnemers van illegale straatraces. Vandaag het verhaal van Vijendra. Ik ben 29 jaar en de straatrace. Met zijn vrienden is Vijendra bezig de auto's klaar te maken voor de race van vanavond. Dat doen ze op de oprit van zijn ouderlijk huis. Dit gebeurt eigenlijk elke dag. Eentje is bezig met zijn auto daar, eentje is bezig met zijn auto hier. Mijn auto is gelukkig grotendeels af, dus ik hoef er eigenlijk niks meer aan te doen. Mijn neven zit er allemaal in en mijn vrienden. Dus ik dacht, ik ga een keertje mee. Had net mijn auto een weekje. En ik werd soort van uitgedaagd om te racen. En toen dacht ik van, is goed. En ik won hem ook gewoon gelijk, eerste keer. En toen dacht ik van, dit is echt heel leuk. Vorige zomer heb ik één keer gereden. Was in die zilveren auto, in de ED. Maar niet gewonnen. Ja, niet gewonnen. Nee. Sneller zijn dan een ander, dat is het leuke eraan. Sommige mensen vinden het ook een kick om de politie voor te zijn, bla bla. Dat maakt voor mij juist minder leuk. Vijendra race net als zijn vrienden het liefst in een omgebouwde Honda. Omdat het volgens hen goedkoop en makkelijk is om die auto sneller te maken. Eigenlijk was dit een 1.4 automaat en hij was rood. Maar daar is nu een 1.8 in gekomen, handbak. Ik heb er best wel wat aan gedaan. Heel veel onderdelen, luchtinlaat, nieuwe uitlaat, nokken assen met hele nieuwe onderstel. Ook leeg van binnen om het lichter te maken. Ik heb nooit een witte auto gehad. Deze ziet er echt heel dik uit. Alleen het interieur is eruit. Je hebt je eigen benzinetankje erin gelegd. Ja, ja. En wat scheelt dat dan nu, wat jij eruit hebt gehaald? Op papier is hij volgens mij 890 kilo. En afgelopen zondag waren we naar Zandvoort voor de race. En daar op de weegschaal was hij 834. Ongeveer 60 kilo bijna. Het illegale racen op de openbare weg is natuurlijk niet zonder risico. Hoewel het 's nachts gebeurt op een afgelegen plek, kan er altijd ander verkeer rijden. Als er een tegenligger is, je ziet koplampen. Maakt niet uit hoe ver het is. Al gaat hij aan het einde van de weg, wat zeker een paar kilometer is, de bocht om de weg op te komen, je ziet al meteen die koplampen. Ik moet wel opletten met wat ik doe. Het is ook best gevaarlijk. Wat vindt je moeder ervan? Ze vindt het straatracen gewoon een beetje gevaarlijk. Maar dat is het ook wel eigenlijk. Ja, wat is er gevaarlijk aan, vind je? Omdat je doet het ook wel op de straat en het wordt niet afgesloten. Dus kan van alles gebeuren. Nog een paar uur voor de race en dus tijd voor een traditionele maaltijd. Ook de vriendin van Vijendra sluit hierbij aan. Zij is geen liefhebber van de verboden hobby van haar vriend. Mijn vriendin is nu gekomen, gaan we even een hapje eten. We zullen zo wel te horen krijgen de locatie van de race. Of een race is waarschijnlijk wel, want het is mooi weer. Maar dan horen waar en hoeveel mensen er komen. Hey. Mijn vriendin heeft helemaal niks met straatracen. Hij heeft me wel eens echt gedwongen, gewoon in die auto gestopt. Opgetild in die auto. Gestopt en dan gaan racen. Hij echt schreeuw het uit. Ik vind het helemaal niet leuk. Ja, het is toch een deel van wat ik ben, toch? Ik zal niet tegen haar zeggen van, hey, stop even met je hobby's. Als het eenmaal middernacht is, verplaatsen de racers zich naar een geheime locatie. Daar ontmoeten ze de andere deelnemers van de illegale race. Pakken we wat. Ze hebben een beetje moeite met de camera. Ze willen niet op de camera zijn of met de auto's op de camera zijn. Ik denk dat ze bang zijn om gepakt te worden. Ik denk meer een politieding. Ik denk niet dat ze zozeer problemen hebben met de camera, met jullie. Maar dat ze bang zijn dat de beelden worden vrijgegeven en dat ze dan gepakt worden op straatrace of zo. Na wat overleg met de organisatoren mag de camera toch bij hoge uitzondering de race in beeld brengen. Wel wordt gevraagd alle kentekens te blurren. Omdat de politie tenslotte ook meekijkt. We hadden een locatie, dat hadden we al, maar we gaan nu pas rijden. Hopelijk veel rijders, weinig kijkers, maar ik denk wel dat er veel kijkers zijn. Nou, we rijden gewoon heen, kijken wat we gaan doen. De enorme opkomst van vannacht is geen uitzondering. Illegale straatraces trekken steeds meer de aandacht van kijkers, maar daardoor ook van de politie. Tegenwoordig is het een beetje een happening.
Iedereen neemt iedereen mee. Als er 100 auto's komen, dan racen er misschien maar 20. Politie daarvoor. Ze hebben gehoord dat er politie is. Dus ze zitten even te kijken hoe en wat. En misschien zit er dus, wellicht een nieuwe locatie. De politie weet ondertussen al waar wij racen, zo nu en dan. Dus dat maakt het ook lastig. We moeten nieuwe plekken proberen te vinden. Want ze controleren gewoon. Ze gaan hun eigen route af die wij zeg maar, al die jaren hebben gereden. Die kennen ze ondertussen. Dus dan gaan ze eerst daarheen. Nou, daar is niemand. Gaan ze daarheen. Daar is niemand. Gaan ze daarheen. Nou, daar is wel een hele groep mensen. Worden daar weer weggestuurd. We gaan door naar de nieuwe locatie. Ja. Ik heb gewoon mijn live locatie aan, dan kom je gewoon die kant op. Waar ben je hier? Onze stress even eruit te gooien. Heb je naar je zin? Zeker, zeker. Ik kijk ook weekend naar uit. De straatracers kunnen uiteindelijk op de tweede locatie een half uur flink uit hun dak gaan. Totdat wederom de politie verschijnt. We gaan er vandoor, de politie komt eraan, de racers voorbij, we gaan naar huis. Wat komen jullie hier doen? Ja, bedenk jezelf. Maar ik wil in ieder geval vragen, wil je ons onherkenbaar in beeld brengen? Kun je er iets over zeggen wat jullie nu aan het doen zijn of niet? Nee. Dat het verboden is, is aan de ene kant wel begrijpelijk. Maar als je ziet dat toch blijft gebeuren, vind ik dat het je verantwoordelijkheid is als gemeente om een oplossing ervoor te zoeken in plaats van constant te handhaven.